We zijn vandaag te gast in het Breda's Museum en onze gastvrouw van vandaag is Marlies. Goedemorgen Marlies. Goedemorgen. Wat gebeurt er hier vandaag? We hebben een uitstapje van het VVV-evenementfonds, waar overigens Breda nu ook lid van is. Mm-hmm. Daar zit een tachtigtal bedrijven in een fonds. En met die bedrijven, die storten ieder jaar een bepaald bedrag, ondersteunen we de niet-commerciële grote evenementen in de stad. Dus we zijn als het ware middels het fonds een beetje sponsor voor de grote evenementen. En noem eens een paar van die evenementen waar je dan op doelt? Nou, ik bedoel echt de niet-commerciële. Hè? Breda Jazz, Outdoor Brabant, Singeloop, Breda Barst. Ja, dat zijn er een twintigtal. De carnaval natuurlijk, Masboscross, Haagse Beemdenloop. Braderie Ginneke, ga zo maar door. Wie zijn nu allemaal hier uitgenodigd vandaag? Nou, de bedrijven die dus doneren in het fonds. En dat zijn er een tachtigtal. Mm-hmm. En daarnaast de besturen van de evenementen. Ja. Dus er zijn 8 evenementen en de rest zijn allemaal meest directeuren van bedrijven. Eigenlijk van alles. Ja, ja. MKB, hè? Dus niet de detailist. Maar net daarboven, de MKB-bedrijven. Ja. Ja. En wat krijgen ze aangeboden vandaag? Vandaag krijgen ze dus, we zijn natuurlijk begonnen, want dat kan niet anders bij een bourgondier, net als ik. Koffie met een petit voertje. En nu krijgen ze op dit moment rondleiding over de tentoonstelling Portretten. Een schitterende tentoonstelling. En daarna gaan we lekker lunchen bij de Keizer. En dat wordt altijd aangeboden door de Rabobank. Nou, de aftrap van het evenementenseizoen in Breda. Wat vond je van deze manier? Nou, deze meneer die is al een paar jaar, doen ze dat van de VVV Evenementenfonds. En om de sponsors van het Evenementenfonds en de gebruikers, zoals wij van de Team van het Aagje, gewoon kennis met elkaar te laten maken. En inderdaad de aftrap. Ik vind het altijd heel interessant om ook de mensen te ontmoeten waar wij het geld van krijgen. En wat hun bezielt om ook dat evenementenfonds te steunen. En dat is altijd een hele leuke bijeenkomst, moet ik zeggen. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, op naar de volgende keer. Een genoeglijke lunch. Eet smakelijk allemaal en graag tot de volgende keer. Alvast dank je wel.